Hier ben ik zo excited over. Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie, want ik heb een Naked Fashion Haul. Dus video is dus een samenwerking met Naked en ik heb mijn 10 favoriete items mogen uitkiezen. En die zitten allemaal in deze mega grote zak. Dus deze ga ik vandaag voor jullie unboxen. Maar dat is niet het enige. Ik heb ook een hele leuke kortingscode met Naked. Namelijk als je de code NINAHOUSTON15 gebruikt, krijg je 15% korting op de hele collectie tot en met 19 oktober. Nou, ik kan niet wachten om dit pakket te unboxen, dus dat ga ik nu gelijk doen. Nee, daar gaat hij. Zoals jullie weten ben ik echt heel slecht in pakjes openmaken. Dus ik kan niet. Ik weet niet waarom. Oh, ik zie heel veel dingen, maar ik ga gewoon het eerste eruit pakken. En dat is dit. Yes! Ik ben trouwens deze item weer helemaal vergeten. Vandaar dat ik verbaasd ben. Maar ik was helemaal vergeten dat ik een fanny pack heb besteld. En het wilde ik al heel erg lang. Eerst vond ik het echt super fout. Totdat ik naar een festival ging. En het daar wel eigenlijk heel erg handig was. En ik ga binnenkort ook in mijn eentje vliegen. Dus dan is het ook heel erg handig. Het is gewoon een super handig tasje. En deze van Naked is ook echt super leuk. Hij is dus van leer. En er staat ook Naked. En ik vind hem echt heel erg leuk. Dus gewoon mijn telefoon past dan in het grote vak. In het kleine vak kan je een portemonneetje doen. Al dat soort dingen. Dus ik vind hem echt heel erg leuk. Hier ben ik heel erg blij mee. Dit is een zwarte broek. En ik heb broeken bij Naked besteld. Omdat die gewoon zo erg fijn zijn. Dus zo'n goede kwaliteit spijker. Het is altijd gewoon stretchy. Dat is heel erg top. En dit is dus een zwarte broek met hier gaten op de knieën. Hier een beetje distressed. En ik vind hem gewoon heel erg cool. Het is gewoon een basic black jeans. Next item is iets kleins. Dit is denk ik een shirtje of zo. Ja, dit is een shirtje met New York erop. Mijn favoriete stad. Het is een simpel zwart shirtje. Maar dit is toch hartstikke leuk voor op een jeans bijvoorbeeld. Op die zwarte broek, maar ook op een blauwe broek. Oké, next item. Weer zwart. Ik heb alles weer zwart. Oh, dat is echt erg. Oh, dit is een trui. Net had ik een shirtje en ik weet niet of jullie het doorhebben, maar het weer is niet echt heel goed in Nederland op het moment. Dus truien heb ik zeker nodig. En dit is, oh nee, dit is een wrap top. Oh, dat is echt heel erg leuk. Die kan je dus zo omwikkelen. Jij ziet het eigenlijk beter in de try-on beeld, dus hier is die. Ik denk dat die heel erg leuk gaat staan. Oké, hier een keer geen zwart. Dit is een tan kleur. Een nude kleur. En dit is weer een trui. Oh, deze is echt heel leuk. Oh, deze van die balloon sleeves. En dat is echt helemaal in. Dat zag je zoveel op de website van Naked. En deze kleur vind ik heel erg leuk. Voor bijvoorbeeld een witte broek of een zwarte broek. Je kan hem eigenlijk met alles combineren omdat het dus een neutrale kleur is. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. Oké, dan heb ik hier een blauwe broek. En deze kleur heb ik eigenlijk niet heel veel in broeken, dus dat is wel heel erg leuk. En dit is weer gewoon een skinny jeans met gaten bij de knieën. En dit voelt weer echt stretchy en gewoon echt stevig. Dus dat is top. Next. En dat is iets heel diks. Dit maakt het pakket zo groot. Een jas. Zo ziet dit eruit. Hoe cool is dit? Dit is een beetje een mix van een leren jas. Ook al is het niet echt geleerd. Het voelt niet als mijn leren jasje. Met bont. Tenminste, niet echt bont. Het is niet echt leren en niet echt bont. Maar ja, echt super tof. Ik vind hem heel erg cool. Zou ik er iets over maken? Oh, helemaal zacht van binnen. Dit is echt zo lekker voor de winter. Ik denk ook dat hij heel erg warm is. Omdat hij echt stevig en dik is. Ik hou hiervan. Dan heb ik weer een trui. En dit is... Oh, dit is een off-the-shoulder. Ik kan me deze wel echt goed herinneren. Niet in deze kleur, maar ik vind deze kleur echt heel erg leuk. Het is een off-the-shoulder trui, dus je kan hem zo dragen. Zo
of zo. Dus dat is echt super cute. En ik vind het ook heel erg leuk, want deze is zeg maar niet naar beneden gestikt, maar horizontaal. Echt heel erg leuk. Oké, we gaan gewoon door met de volgende. Dan heb ik hier iets heel erg zwaars. Ik ben heel erg benieuwd wat dit is. Ik weet het al. Ik weet het al! Yes! Hier ben ik zo excited over. Dit is een pak. Kijk. Het is een spijkerpak. Ja, je kan het niet echt goed zien, maar hoe leuk is dit? Ik ben echt zo benieuwd hoe deze staat. En dan als laatste, ik kon het niet laten jongens, een teddycoat. Ze zijn dit jaar weer in en ik ben heel erg blij, want teddycoats zijn echt mijn favoriet gewoon. En deze is weer zo lekker zacht. Oh, kijk, hoe leuk. Dit heeft ook echt grote zakken, dat is echt super fijn. Als jas geen zakken hebben, oh dat haat ik echt. Maar deze dus wel, ik zal hem even open doen. Nou, zo ziet dit er dus uit, van de binnenkant, van de buitenkant. Ja, perfect voor een winterdag. Dit houdt je in ieder geval lekker warm. Ook is het niet heel erg koud buiten. Nou, dit waren dus alle items van deze shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet zeker niet te shoppen met mijn kortingscode voor 15% korting. Misschien ga ik het zelf wel doen. Alle items op Naked zo leuk. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Als je het vond, geef zeker een dikke duim omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer.